Welkom bij GadgetGear. Vandaag unboxen we een Lenovo tablet en dat is de Lenovo Tab 8 Plus 3G 16 GB. Dit is een tablet waarmee je digitaal entertainment bekijkt in Full HD en op het 1920x1200 resolutie beeldscherm kan je ieder detail van je favoriete serie of video bekijken. Hij heeft een octa-core processor en daardoor heeft de Tab 8 genoeg kracht voor het spelen van games of bewerken van foto's. Je kunt vrij snel ermee navigeren door apps en tabbladen van je browser. En dat gaat veel sneller dan de quad-core processor. Je hebt een 16 GB flashgeheugen en je kan het zelfs uitbreiden met een geheugen van 128 GB. Hij is geschikt voor internetten, social media, foto's, filmpjes en videobellen, films en series kijken, foto's en video's bewerken. En je kunt er zelfs redelijk goed op gamen. We gaan hem even unboxen. Zoals je het kunt zien is het een klein formaat, 8 inch scherm, vrij dun en plat en licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen. Hier zien we de camera. Het Lenovo logo. Ruimte voor een kaart. Nee, dat was niet de kaart. Dat is waar het geluid, de microfoon zit. Hier zien we een micro-USB ingang. Een ingang voor een headset. Daar zit verder nog bij stekker, USB. Als ik me niet vergis, is dit een stekker die wij niet in Nederland gebruiken. Daar hebben we een adapter voor nodig. Gelukkig hebben we allemaal voldoende adapters. En kan je deze eigenlijk met de USB ook gewoon opladen. Verder nog een boekje. In het Chinees. Want deze Lenovo komt uit China. Verkregen via Gearbest. Kijken of er voldoende power in zit en hoe we hem aankrijgen. Als het goed is die momenteel geleverd met Android 6.0. Dat is qua mobiele telefoon niveau niet het allerhoogst, maar voor een tablet is dat helemaal prima. Nou, ik begin meteen met updaten. Nou, hier moeten we inloggen. Even kijken of we dat kunnen overslaan. Niet nu. Nou, laten we maar even een patroontje doen. Hij heeft ook 3G. Dus je zou er inderdaad mee kunnen bellen. Dat willen we toch allemaal niet. Laten we het maar eventjes doen dan. Hij voelt in ieder geval super lichtgewicht aan. Hij reageert heel erg vlot. Ja, dat is vaak aan het begin. Zo, we zijn weer terug. Echt een fijn formaatje om te werken. Nou, er staan nog geen tabs op. Dus we hebben voor de rest nog niet zo heel veel. Als ik spelletjes wil downloaden, moet ik uiteraard eventjes... Oh, wacht. Oh. Hier staat het een en ander. Nee, er staat nog niks op. Kunnen we nog een fotootje maken? Vast. Een prachtige foto. Nou, prima om mee te fotograferen. Dit was even de snelle unboxing van de Lenovo. We gaan verder met de review. En die kun je lezen op GadgetGear. Graag tot de volgende keer.